WK Daily aflevering nummer 9. Het is iets na 12 uur, dan weet je gedurende de WK dat wij er elke dag zijn om terug te blikken op de wedstrijden van gisteren en dan weer vooruit te blikken op de wedstrijden van vandaag. Elke dag een andere gast. Vandaag zit hij weer helemaal klaar in Volendam. Kees Kwakman. Kees, een hele goede middag. Goedemiddag. Wat heb je een prachtige achtergrond gebouwd, jongen. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Een beetje de... Even kijken hoor, kunnen we het zien? Zie je het nu of niet? Tadic, Messi. Tuurlijk. Ja, en daar... Nog een keer Messi Kwakman ervoor. Veel besproken natuurlijk. Dus... Hartstikke mooi. Jij denkt in televisie. Mooi om te zien, Kees. Laten we beginnen met de wedstrijden van gisteren. Te beginnen met Team Kuipers. Die floot de wedstrijd Brazilië tegen Costa Rica. Van wie ben je meer fan? Team Kuipers of Neymar? Gisteren van Team Kuipers in ieder geval. Ja? Hij heeft het geweldig gedaan in mijn ogen. Ik twitterde dat al van dat ik het hartstikke zonde vind van dat penalty moment. Want dat kan hem dan misschien... Ja, een volgende wedstrijd gaan... Dat gaat dan misschien tegenhouden dat die volgende wedstrijd gaat sluiten. Alhoewel één foutje is nog een 9, zei mijn vader altijd. Dus ik vond dat hij het geweldig gedaan heeft. Ja, het enige wat bij mij bleef hangen is dat op dat moment dat hij een fout maakt... is natuurlijk mooi om te zien dat de VAR het corrigeert en daardoor een penalty ongedaan wordt gemaakt... Maar er wordt natuurlijk heel veel over hem gesproken. En voor mij is dat een gouden regel bij de FIFA of bij WK's. Er moet zo min mogelijk over je gesproken worden als scheidsrechter... om kans te blijven maken op die finale. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gisteren veel gehoord. Dat zal ook gerust zo zijn. Maar ik kan me niet heel veel scheidsrechters herinneren van dit toernooi... waar dat niet gebeurd is. Ik bedoel, elke scheidsrechter maakt wel een foutje of een verkeerde beslissing. Die gozer van Colombia tegen Japan bijvoorbeeld... Colline, of weet die gozer, die floot een prima wedstrijd, maar die geeft zomaar een vrije trap aan Colombia, waar een goal uitkomt. Ja. Om maar even iemand te noemen. En die floot verder prima. Ja, weet je, ik denk dat er bijna geen scheids is die geen fout maakt. Alleen zou je er misschien net 3 tegenkomen die dat wel doen. Ja, en dan is Kuipers de klos. Ja, het was, maar ga er maar aanstaan tegen Neymar, hè, bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk de meest irritante speler die er is. En dat is voor een scheidsrechter gewoon verschrikkelijk moeilijk. En ik dacht ook in eerste instantie, het is een penalty omdat hij teruggetrokken werd. Ja, en dan zie je in de herhaling dat het wel meevalt. Ja, het is niet zo makkelijk allemaal. Weet je wat mij een beetje opviel, Kees? Dat overdreven vond ik hoor. Die uitleg van Kuipers. Kuipers ging het helemaal naspelen. Klopt, nou, jij hebt hem denk ik ook wel een paar keer gehad in je carrière. Maar ik heb hem in de Eredivisie dat nog nooit zien doen. Ja, nee. Hij doet wel altijd zo, van... Deze, ja. Altijd. Maar nu ging niet gewoon nadoen wat er gebeurde. Ja, klopt. Daar ging helemaal zo naar achteren. En dat maakt het dan wel een beetje extra zuur als dan daarna bleek dat het dus helemaal niks is. Maar ja, goed. Weet je, zo'n scheids zit ook in een split second moet hij beslissen. En hij is overtuigd van zijn beslissing, gelukkig maar. Ja. Want anders neemt hij hem niet. Maar ja, goed dat hij is teruggedraaid. Daardoor is die varer. En als we nu gaan klagen dat de scheidsrechters dus even goed fouten maken, ja... Weet je, dat gebeurt altijd al. En daarom is die VAR nu juist. Dus goede zaak. Over die VAR gesproken in de volgende wedstrijd. Dat was IJsland tegen Nigeria. Kreeg IJsland ook weer een pingel door de VAR. Die werd uiteindelijk gemist. Waardoor Nigeria met 2-0 wist te winnen. En twee keer... Ja, ik denk dat ik dat gisteren al trouwens al 837 keer heb gehoord. Moussa, die vroeger bij VVV speelde en van de trap afliep in de koel. Ja, mooi. Mooi. Ja, nee, ja, die deed het goed. Ik heb hem in de Europa League een paar keer gezien bij CSKA. En toen vond ik hem, met name Arsenal uit, vond ik hem heel dreigend. Het probleem vaak bij hem is dat hij niet makkelijk scoort. Dat hij dan toch een beetje het overzicht verliest. En wat onstuimig is in het afwerken. Maar dat deed hij gisteren echt geweldig. Met 2 geweldige goals. Die tweede ook, het overzicht wat hij wel behield. En de rust. Hij besliste de wedstrijd 2 countergoals. Zo maar even te zeggen. Welke vond je mooier? Uiteindelijk vond ik die eerste denk ik dan wel mooi. Omdat hij hem heel mooi aannam. Was een moeilijke bal. Volgens mij was die voorzet van Moses niet bedoeld op hem. Maar dat deed hij geweldig. Absoluut niet, nee. Nee. En dan in de dropkick geloof ik nam hij hem. Dus die was denk ik qua moeilijkheidsgraad was die wel wat hoger. Maar die andere deed hij ook. Deed me een beetje aan Robben denk ik inderdaad. Ik zag mooi. Maar dan vanaf de andere kant. Dus mooie goal. Een mooie goal. Hey, het spektakelstuk was toch wel de laatste wedstrijd gisteren. Servië tegen Zwitserland, vooraf al gezegd dat het licht onvlambaar zou kunnen worden.
Dat werd het ook, maar er was genoeg irritatie van de eerste minuut. Ja, dat klopt. Ja, dat blijkt dan natuurlijk allemaal met die achtergronden te maken hebben. Nou ja, daar trek ik mijn handen van af. Daar heb ik niet zoveel verstand van. En dat interesseert me ook eigenlijk niet zo heel veel. Ik kijk gewoon puur naar die wedstrijd. En het was een leuke wedstrijd. Met Servië die heel goed begon. En Zwitserland die het uiteindelijk in de tweede helft overnam. Ja, en dan toch ook wel blijkt dat ze toch wel aardig kunnen voetballen. Creëerden wel wat kansen ook. En wonnen in mijn ogen ook verdiend. Maar wel jammer voor Servië, vind ik. Want die hebben dan toch ook wel spelers waar ik van geniet. Dus ik had een lichte voorkeur voor Servië, maar helaas. Ja, want Mitrovic maakt die 1-0. Er was veel over hem te doen. Er gebeurde ook elke keer wat als hij de bal kreeg. Ik denk dat de VAR aan het slapen was bij die wedstrijd. Ja, dat zei ik gisteren ook al. Ik snap daar helemaal niks van. Echt niet. Nee, toch? Die wordt echt met door twee man wordt die vastgehouden. En overal op het veld wordt hij vol gefloten. En dan denken ze toch, ja, het is te zwaar voor een penalty of zo. En dan krijgt hij nog een vrije trap tegen ook. Ja. Ongelooflijk. En ik snap dat echt niet. En het was volgens mij gisteren ook al bij Duitsland. Dit was die Felix-brief, toch? Ja. Ja, ik begrijp dat niet. En de dag ervoor, wat ik wou zeggen, was het bij Argentinië en Kroatië ook al. Makkeli was toen een van de VAR's. Ja, met die overtredingen, met de noppen voor. Ik begrijp niet waarom ze daar geen rode kaarten voor geven. Hoor. Dat is ooit eens een regel geweest. Maar daar zijn ze nu weer mee gestopt. Ja, gelukkig hebben ze straks weer 4 jaar om dit te evalueren tot het volgende WK. Ja, nou ja, goed. Het is wel allemaal, het zal ook even wennen zijn. En het is ook voor ons wennen met die VAR. En ze zullen een bepaalde richtlijn hebben waar wij waarschijnlijk niks van afweten. Maar overtredingen met noppen voor op enkels en op scheenbenen, dat zijn in mijn ogen. In mijn ogen zijn dat rode kaarten. In Jordi Yamali's ogen niet. Doorspelen. Ja, goed, doorspelen. Dat zal je dan waarschijnlijk bij de VAR ook wel hebben. Dat iemand zegt nee joh. En een ander zegt van wel. Ja. Hey, tot slot die 2-1. Uitstekende counter van Zwitserland. Had Tosic daar niet voor vaderland gewoon rood moeten pakken? Misschien wel op het. Maar ja, ik denk dat hij. Hij moest hem eerst nog in. Nou ja, hij moest hem dus eerst nog inhalen. En op het moment dat hij pas dichterbij was, ja, toen was hij zeg maar al in het strafschopgebied. Dus ik kan me dan wel voorstellen dat je denkt van ja, als ik nu een tackle maak, is het ook een penalty. Kijk, als hij je nou eerder al dichterbij liep, dan had hij misschien kunnen vasthouden of kunnen tackelen. En dan had je een rode kaart gehad en een vrije trap op 30 meter. Ja, voor hij nu een beetje ingehaald had, ja, stond hij al bijna bij de keeper. Dus. Ja, ik snap het ook wel een beetje, ja. Het was niet, hij stapte gewoon dramatisch voor buitenspel, want hij liep op eigen helft, Shakir. Kees, dat is niet normaal. Ja. Als je die herhaling ziet, waar stapt die? Ja. Maar ik vond het ook wel een beetje naïef hoor, van die server, want die, er zat echt niet meer in dan een punt voor hun. En dan zit je in blessuretijd en dan ga je 1-op-1 in zo'n grote ruimte met Tosic die niet de snelste verdediger is. Dan ga je zo staan, want het stond helemaal open. En dat zei Tadic ook in dat interview met Martijn Krabbedam, wat ik vanochtend las. Ja, weet je, dat mag echt niet gebeuren als je zelf nog in de aanval bent en dan zo in de zure tijd een goal tegen krijgen. Ja, dat was echt heel slecht verdedigd. Ja, die pool ligt nog wel redelijk open als we kijken. Brazilië nu natuurlijk wel 2 keer gewonnen. Wie denk je dat als tweede ploeg doorgaat? Eén keer natuurlijk, Brazilië gewonnen. Oh ja, 1 keer? Ik neem aan dat Brazilië doorgaat. Dat die, want die vond ik de tweede helft gisteren wel goed hoor. Toen gaven ze even gas. Ja. En creëerden ze zoveel kansen. En als je dan ook nog ziet wat ze in kunnen brengen met Douglas Costa die heel goed inviel. Ja, weet je, dan er zitten nog zoveel mensen op de bank ook. En Firmino, die uiteindelijk belangrijk was bij die eerste goal. Ja. Ja, die hebben nog zoveel achter de hand ook. En ik denk ook als zij. Het is heel goed als zij moeten, heb ik het idee. Zoals gisteren, dan beginnen ze toch een beetje gecontroleerd. En die Wagner rechtsback en Casemiro, ja, weet je, die gasten moeten er allemaal op, man. Dan gaan we genieten. Maar ja, die coach doet dat natuurlijk niet, dat snap ik ook wel. Maar ja, ik vind het mooi om te zien, al die goede spelers. Brazilië en Argentinië door, geloof je daar nog in? Nou, Argentinië, daar durf ik niks over te zeggen. Want dat was echt schrijnend, hoe die gespeeld hebben. En ik hoorde gisteren een vergelijking. Voor mij, Sjoerd Mossoe zei dat op de radio. Dat hij een beetje dacht aan het Nederlands elftal van EK 2012. Dat je toen ook in die derde wedstrijd tegen Portugal. Dat je toch nog kans had. Terwijl het al zo slecht was. En dat iedereen toen toch nog dacht. Nou, we hebben nog kans. Maar dat eigenlijk iedereen diep in zijn hart wel wist van. Het gaat hem niet meer worden. En nou heeft Argentinië natuurlijk wel Messi.
Dus dat zou dan nog, als die het op de heupen krijgt. Maar als je dat elftal zag, man, er zat helemaal totaal geen idee in. In balbezit niet, balverlies niet. Dus ik kan het me bijna niet voorstellen. Ja, maar het is een rechtstreeks duel, hè. En winnen, ja, dan ben je natuurlijk nog wel een beetje afhankelijk van Kroatië-IJsland. Kroatië dat al door is, misschien spelers rust gaat geven. Maar je hebt het wel, nou ja, gedeeltelijk in eigen hand. Als je Nigeria verslaat, doe je voor mij hele goede zaken. Als ze winnen, dan komen ze denk ik wel een eind. Want ik zie IJsland niet winnen van Kroatië. Nee. Daar zal ook andere jongens de kans krijgen die zich willen laten zien. En dan komt bijvoorbeeld die Kovacic erin van Real. Ja, weet je, dat is ook een fantastische speler. Dus als ze winnen, zijn ze er. Maar ja, dan moet Leo toch wel ietsje meer zijn best doen dan de afgelopen week. Want hij had niet zoveel zin, denk ik. Nee, inderdaad. Nee. Dat is later, dat is pas volgende week. Zometeen gaan we vooruitblikken op de wedstrijden van vandaag. Maar eerst, zoals je van ons gewend bent, een lesje geschiedenis. Vandaag gaan we wederom naar een historisch onderrondje. Tijdens het WK 1990 zou namelijk Cameroen de harten van de wereld stelen door de groepsfase te overleven. En op deze dag trof het in de achtste finale Colombia. Een uniek affiche, want beide teams hadden nog nooit de groepsfase overleefd, laat staan de kwartfinale bereikt. Na 90 minuten stond de brilstand in Napels op het bord, maar in verlenging sloeg niemand minder dan Roger Milla toe. De 38-jarige supersub maakte in de 106e minuut de 1-0 en even later, dankzij een gruwelijke blunder van René Higuita, in de 108e minuut ook de 2-0. Cameroen zou met 2-1 winnen en zo werden de ontembare leeuwen het eerste Afrikaanse land ooit dat de kwartfinale wist te bereiken. Ja, soms hebben we geschiedenislesjes van onze eigen Justin Kevenaar waar we helemaal niks meer zelf van weten, maar dit weet iedereen toch, Kees? Ja, zeker. Mooi Roger Milla. Ja, nou, hartstikke mooi. We gaan het hebben over de Belgen. En als we het over de Belgen hebben, dan gaan we natuurlijk even luisteren naar onze eigen België-correspondent Guillaume Mabe. Het geheime wapen van de Rode Duivels is er. De spelersvrouw. Onder bondscoach Mark Wilmots waren zij nog eigenlijk verbannen. Maar Roberto Martinez ziet hen als een manier om de spelers fris te houden. Mentaal fris dan wel. Sommigen brengen zelfs hun hele gezin mee. Anderen helemaal niemand. Maar het feit dat er een mogelijkheid is om de familie te laten overbrengen, ja, is eigenlijk een trucje om de spelers gefocust te houden naar dat ene doel. Eindelijk eens wereldkampioen worden. Na de match tegen Panama was er redelijk wat kritiek. Zeker omwille van de heel zwakke eerste helft. Maar er was nog meer kritiek op de mensen die kritiek hadden. Gewoon ja, een teken dat er heel veel enthousiasme is in België. En dat iedereen als één man moet staan achter de Rode Duivels. Of anders zal het niet lukken om eindelijk eens een eindtoernooi te winnen. Nu, tegen Tunesië, al een iets stuggere tegenstander, zullen de Rode Duivels al een grotere test krijgen dan Panama? Ja, ik denk dat ze dat zeker zo is, Kees, dat ze een grotere test zullen krijgen. Vooral omdat, wat Guillaume zegt, ik denk dat ze af willen rekenen met die wanvertoning van de eerste helft vorige keer. Ja, maar goed, ik kijk daar toch altijd net iets anders naar. Ik vind dat het, je zag het gisteren bij Brazilië ook, die eerste helft. Het is zo ploegen die verdedigen zo goed tegenwoordig. Zo gegroepeerd, zo compact. En verdedigen is nou eenmaal makkelijker dan het spel maken. Dat je het eigenlijk bij elk land ziet die het spel moet maken, dat ze het moeilijk hebben. En ook België had dat tegen Panama, die dat de eerste helft nog volhielden ook. Ja, en ik zeg altijd, kom er maar doorheen. En het is zo verschrikkelijk moeilijk. En dan moet alles kloppen en moet het baltempo hoog zijn. En natuurlijk, de kritiek bij België is dan ook, speelt De Bruyne niet te ver naar achteren? Nou, dat vind ik ook wel. Ik vind dat die verder naar voren moet spelen. Maar ja, het is allemaal niet zo makkelijk. En ik denk dat België gewoon uiteindelijk heel blij moet zijn met een 3-0 overwinning. Ik vind België, met name, zij moeten het spel dus maken. Nou, daar hebben ze uiteindelijk denk ik ook wel de spelers voor die dat kunnen. Maar met name, en dat hoor je ook wel op de Belgische tv, als zij ruimte gaan krijgen, dat zag je ook wel bij die laatste goal bijvoorbeeld. Ja, dan zijn ze levensgevaarlijk. Met name met Hazard in de counter en Lukaku die ook diepte kiest. Ja, dan dat kunnen zij vandaag tegen Tunesië misschien ook wel op die manier gaan invullen. Dat ze iets controlerender spelen en vanuit de counter af en toe toeslaan. Want daar hebben ze echt de spelers voor. Ja, als we dan naar de Toto-voorspelling kijken. Is dit er eentje in de categorie... Jordi Mali zegt altijd bij dit soort Toto-voorspellingjes. Dit is gratis geld. Zie jij dat ook zo, Kees? Bij België tegen Tunesië? Ja, ik vond ze tegen Engeland niet eens zo heel slecht naar Tunesië. Toch wel stug. En uiteindelijk twee spelervattingen dat ze de goals tegenkregen. Ik vind het best een lage quote, maar ik zou deze gewoon... wacht even, natuurlijk, Toto. Zetten jongens, België, alles erop. Ja, zeg dat nou niet, Kees, alles erop. Want dan staan er straks mensen in Volendam. Ja, sorry, dat moet ik niet hebben. Nee, sorry. Oké, een beetje erop dan.
10% van je spaarloon erop. Goed. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Zuid-Korea-Mexico. Ja, de Mexicanen. Wat dansen daar, wat dansen ze eigenlijk in Mexico? Wat is de traditionele Mexicaanse dans? Niel, ik weet wel veel van voetbal, maar van dansen... Nee, maar ik dacht, dat zijn ze dan nog steeds aan het dansen. Na die overwinning op Duitsland. De limbo. Ja. De limbo dansen ze daar. De limbo? Ja. Klasse keuze. Maar goed, denk je dat ze al uitgedanst zijn na de overwinning op Duitsland? Nou, dat hoop ik voor ze. Zouden wel van de feest zien natuurlijk. Maar ja. Ja, die zullen nu denk ik het spel moeten gaan maken. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Hè? Want ze hebben nu natuurlijk vanuit de reactie gevoetbald tegen Duitsland. Wat ze overigens als beste tot nu toe in dit toernooi deden. Geweldig. Ja. En dus nu zullen ze denk ik het spel moeten gaan maken tegen Zuid-Korea. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Als ze dat ook redelijk voor elkaar krijgen. Ja, dan is dat in één een hele gevaarlijke outsider. Niet voor de titel, maar wel om ver te komen. Ja, maar dat is ook een beetje het gevoel wat Hector Moreno vooraf zei. Hè? We hebben nu ook de ervaring van andere eindtoernooien. Dit zou zomaar eens een keer ons toernooi kunnen zijn. Geloof je daarin dat Mexico echt zover kan komen? Ja, denk ik wel. Kijk, ik vond ook dat hun Duitsland probeerde zeker op het begin ook gewoon vol druk te zetten. En zij probeerden ook te voetballen van achteruit. Met die keeper en die probeerden die ballen te plaatsen. En ik vond dat echt leuk om te zien. Dat ze, buiten het feit dat ze goed counterden, wat ook mooi is om te zien... probeerden ze ook te voetballen van achteruit. Dat is dan toch wel altijd een beetje voor de voetballiefhebber. Geeft dat net iets extra's om zo'n ploeg te volgen. Dus ik ben benieuwd. Ja, als we dan kijken naar de Totobet. Hij scoorde natuurlijk al in de openingswedstrijd tegen Duitsland. PSV'er Hirving Lozano. Gaat hij scoren? En gaat Messi dan weer winnen? Ja, je weet hij gaat scoren. En dan net. Chicharito? Ja, denk ik wel. Okay, dus deze doe je niet. Ja, dat snap ik. Ik snap dat je niet al weet, Kees. Nee. Maar Lozano, want stel dat hij nou weer scoort, dan kan er weer 10 miljoen bovenop, denk ik, hè, bij PSV. Ja, nee, 20 miljoen kan er dan weer bovenop, Niel. Nee, maar dat is toch wel zo bij een WK? Want jawel, iedereen doet er wel gek over. Er komt natuurlijk... Ja, als hij slaan wel een beetje door, 10 miljoen. Maar ja? Goed, dit is, uiteraard zal dat de prijs wel omhoog stuwen als hij 3 goals maakt op het WK, uiteraard, want... Ze vragen zich natuurlijk af, hij laat het zien in de eredivisie, maar hoe op een hoger niveau? Ja, en dat, als hij dat dan op het WK doet, tegen Duitsland ook bijvoorbeeld, ja, dan zal dat inderdaad niet verkeerd aankomen in Eindhoven. Nee, en mochten ze weer winnen, dan gaan ze vast wel weer die Mexicaanse dans doen. Die we dan morgen aan jullie gaan vertellen hoe de Mexicaanse dans heet. Dan naar de wereldkampioen, Duitsland. Verloor natuurlijk de opene wedstrijd tegen Zweden. Zweden won eigenlijk in een wedstrijd die niet op was om aan te zien tegen Zuid-Korea. Maar Granqvist scoorde de penalty. De druk staat erop bij Duitsland. Maar toen hoorde ik gisteren Mats Hummels zeggen, dat staat het eigenlijk wel elk toernooi. Want in elk toernooi waren we in de derde groepswedstrijd nog niet zeker van plaatsing. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat Mats ook wel even iets positiefs moest zeggen na zijn interviewtje na afloop. Het deed me een beetje denken aan Kees Kwakman. Ja, ik vind dat echt leuk. Ik vind dat zo mooi om te zien. Dat zo'n grote speler dat ook gewoon durft. En ik vind dan ook, als daar kritiek op komt, dat vind ik altijd zo kinderachtig. Want hij zegt wat iedereen zag. En wat die spelers dan ook voelen. En dan krijg je dat gelul, ouwe intern, opzouten. Gewoon zeggen wat we gezien hebben. Ja. Want anders hou je alleen maar iedereen voor de gek. En... Zweden is wel echt een vervelende ploeg. Ik vind het helemaal niks om te zien. We hebben ze hier in de arena gezien, toen werden ze weggespeeld door Nederland. Maar ja, die hebben natuurlijk die hebben Italië uitgeschakeld en die hebben van Frankrijk gewonnen en uit bij Frankrijk net verloren. Dat is gewoon een rotploeg om tegen Nederland te spelen. Nederland is toch dan niet een graadmeter in die wedstrijd, aangezien het 12-0 had moeten worden of zoiets? Nou, ik vond Nederland toen echt fantastisch en Zweden echt verschrikkelijk. En die kregen het echt benauwd, hoor, toen Robben de tweede maakte. Maar goed. Zweeds benauwd. Het is gewoon een klote ploeg. Duitsland, ik kijk er naar uit. Ik ben benieuwd wie er gaat starten. Royce, Brands, Gundogan, Lassik, Gomez. Ja, maar laten we daar even kijken. Als we naar de opstelling van de eerste wedstrijd kijken. Welke veranderingen zou jij aanbrengen? Nou, wat ik begreep is dat Hummels dan niet helemaal fit is, misschien. Die Moreno, hoe heet die Hector, is die al fit? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik ook niet. Dan Özil zal er wel afgaan, want die oogt echt als een dood vogeltje. De Wender had wat last, en Gomez zat bij de persconferentie, dus dat geeft dan meestal aan dat die gaat spelen. Dat die gaat spelen, ja. Ja, Royce, Gundogan, Brandt stond er. Het kan zomaar eens dat die 4-5 anderen instaan. En dat is niet echt iets voor Leu.
Maar die zal ook geschrokken zijn naar die wedstrijd. Dus dat hij iets gaat veranderen, dat snap ik wel. Ja, zeker. We gaan het allemaal meemaken vandaag. We gaan door met de quizvraag. Oh, we moeten natuurlijk onze Toto grote vrienden van Toto. Ja, hoe kunnen we Toto nou vergeten? Spannend tot de laatste minuut. Duitsland-Zweden, wie wint er met de handicap 0-1? Dat betekent dat Zweden met een virtuele 1-0 voorsprong aan deze wedstrijd begint. Gaat Duitsland het flikken? Ja, dat durf ik wel te gokken. Ja, die gaan met Zweden gaat uiteraard ook verdedigen en dat kunnen ze goed. Maar die gaan er niet zo gevaarlijk aan de bal uitkomen als dat Mexico deed. Dus ik denk uiteindelijk dat die dan tegen Duitsland gewoon gaan ten onder gaan. Ja, en dat maakt eigenlijk voor Zweden niet uit. Want dan hebben ze het nog steeds in eigen hand in de laatste wedstrijd, toch? Tegen Mexico. Ja, dat klopt. Maar goed, Mexico heeft wel de bonuspunten gepakt tegen Duitsland natuurlijk. Dat is waar. Dus die, we zullen zien. Die kunnen verzagen waarschijnlijk niet beter Zweden dan dat ze gaan laten zien. Handicapje min 1, gelooft Kees Kwakman. En dan gaan we door met de quiz. Natuurlijk eerst de quizvraag van gisteren. Argentinië en Brazilië wisten hun eerste duel op dit WK niet te winnen. Wanneer kwam het voor het laatst voor dat beide landen niet hun eerste WK-duel wonnen? En Bartje had het juiste antwoord. Want dat was 1974. Gefeliciteerd Bart. Jij krijgt een fantastische prijs, namelijk het boek De Val van Oranje van Pieter Zwart. Dan de vraag van vandaag. Twee spelers van de Mexicaanse topclub Pachuca zijn actief op dit WK. De ene is Keisuke Honda, maar wie is de ander? Ik weet het, toevallig. Nou, geef eens een goede hint. Hij speelt bij Colombia. Zeg nog eens een keer, Kees, ik hoorde je even niet. Hij speelt bij Colombia. Hij speelt bij Colombia. Nou, als je nu nog niet weet, hashtag WKDaily, dan kan je het juiste antwoord insturen en dan win je dit fantastische boek, De Val van Oranje. Zelfs Hugo Borst vond het goed. Zag Frank de Boer met zijn bek vol tanden toen hij erover begon. Maar goed, het was mooi te zien dat zelfs Hugo Borst, die tegenwoordig de kranten leest terwijl de wedstrijden op televisie bezig zijn. Voor Raffi hier ook nog van. Goed. De kijkersvragen. Ik ga even kijken. Natuurlijk. Gisteren een van de uitblinkers bij Servië. Tadic. Ik hoop voor Ajax dat het wel al rond is, Kees. Want anders heb je even een probleem, denk ik, als Ajax zijnde na die wedstrijd, of niet? Ja, dat zou zomaar kunnen. Zo opportunistisch is de voetbalwereld natuurlijk wel. Maar hij heeft volgens mij al een keus gemaakt dat hij terug weg wil uit Engeland sowieso. Ja. En dat hij dan ook het ziet om terug te keren naar Nederland. Ajax is natuurlijk een grote club in Servië ook. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij hem nog ergens zal. Ja, of hij moet zo verschrikkelijk goed nog gaan spelen, ook tegen Brazilië. Ja. Ik weet de status niet precies, maar volgens mij is dit al wel, rond. Is het akkoord al? Ja. Royston Drenthe naar Sparta, wat vind je daarvan? Ja, leuk. Hij heeft bij ons bij Volendam ook een paar dagen meegetraind. Afgelopen tijd, ja. En toen zag hij er best wel aardig fit uit, moet ik zeggen. Hij komt natuurlijk uit Rotterdam, dus dat is voor hem wel handig om dan in de buurt ook misschien te gaan voetballen. Hij doet een hoop dingen daarnaast en natuurlijk ook voor Toto. Toto. Leuk man, leuke reclame. Die van Vroeger trouwens, die vind ik nog leuker. Moet ik wel even zeggen. Multifocale bril. Top man. Goed. Goed. Bij de volgende WKDaily met Kees Kwakman gaan we het over alle reclames tijdens het WK. Ja. Kees, dankjewel voor je tijd. Yes, graag gedaan. Waarschijnlijk zien we wel vandaag in een ander tv-programma, radioprogramma of internetprogramma. Vanavond ben ik er weer. Ja hoor, tot ze moeten kotsen van me. Klasse, Kees. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Geniet van de wedstrijden, zou ik zeggen, van vandaag. Morgen om 12 uur zijn we natuurlijk weer met een nieuwe WKDaily. En graag tot dan.